Hi, leuk dat je kijkt naar deze korte videoclips. We zijn hier in mijn praktijkruimte, de praktijk van Equilibre. En hier leid ik professionals op in EFT, Emotional Freedom Techniques. Ik wil je in deze korte videoclips kennis laten maken met een paar van mijn studenten en ook een paar oud-studenten. En die gaan jou iets vertellen over hoe zij de EFT-opleiding hebben ervaren. Heb je daarna nog vragen? Je kunt altijd even mijn website checken, www.equilibre.nl, of stuur me een mailtje. Hi Sofia. Hi. Hey. Nou, ik vind het ontzettend leuk dat jij iets wilt vertellen over de EFT-opleiding. Je hebt de basisopleiding afgerond. Ja, klopt. En je staat dan de vooravond, of voordag, van de level 3. Hoe heb je de level 1 en 2, dat is een gecombineerde opleiding, hè? Hoe heb je die ervaren? Ik heb de opleiding als zeer professioneel ervaren. Veel uitleg. Wat ik ook nog bedacht toen ik hier dit filmpje zag gaan opnemen, is dat het ook iedereen op verschillende leerstijlen dat het eigenlijk wel aansluit. Als je houdt van papierwerk, dan is dat er. Als je houdt van luisteren en opnemen, als je beeld wil zien, is dat er ook. Ja. Dus dat ja. Vond ik heel erg prettig. Ja. Hey, en jij bent nu, gebruik je ook EFT in jouw eigen praktijk? Hè? Je bent een coach, je begeleidt mensen. Dus hoe bevalt jou dat om EFT te gebruiken? Ja, heel erg goed. Mensen krijgen snel inzichten door het tappen en dan komen er vanzelf inzichten op. En dan is het ineens, hé, maar dat had ik helemaal niet bedacht. Het komt nu op. Dat vind ik heel erg leuk om te zien. Het kan heel snel werken. Soms is er ook een hele voorzichtige aanpak nodig. En dat is allemaal met EFT mogelijk. Dus dat vind ik heel mooi. Ja, zeker. Ja. Zeker. En wat verwacht je nu van de level 3? Want je gaat de verdiepingscursus doen. Hè? Ja. En we gaan dus nog meer tools ga je aangereikt krijgen van mij. Hoe sta je daarin? Nieuwsgierig en leergierig. Ja, ik vind het heel leuk om het nog professioneler te maken. Het nog meer uit te diepen. Nog meer naar trauma en innerlijke kindstukken te gaan werken. Ja, super.